waterschappen in Gelderland zijn paraat. Er is hoog water op komst. Bestolen worden door je eigen penningmeester. Het overkwam de parochie Sint-Lutger. En Nijmegenaren mogen tijdelijk gratis parkeren omdat de parkeerautomaten niet te bedienen zijn. Ja, met heel papier, want ik snap er echt helemaal niks van. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van donderdag 5 januari. Door de vele regen en de harde wind zijn er op verschillende plekken in Nederland problemen met het hoge water. In Gelderland is er nog weinig aan de hand, maar wel zijn de waterschappen extra alert. Bij de Rijn in Tolkamer staat verslaggever Annemieke Schakelaar. Annemieke, geen reden dus nog voor zorgen. Nee, zorgen maken hoeft nog niet, maar wel is iedereen heel alert. Want het water staat toch echt al wel behoorlijk hoog. En er wordt verwacht dat het nog heel snel gaat stijgen. Omdat hier, ook in de Rijn, bij Tolkamer, er snel water bij komt. Omdat het net als in Gelderland, in Duitsland, enorm regent. Dat betekent dat er nog geen extra dijkbewaking nodig is. Maar er wel veel controle wordt gehouden. En dat ook een aantal gemeenten al voorzorgsmaatregelen nemen. Bij Nifterik heeft de brandweer 3 ponies uit de uiterwaarden moeten halen. De uiterwaarden zijn volgelopen en de zomerdijken zijn overstroomd. Voor schippers is het extra lastig om bij hun boot te komen. Ook de Ooipolder is door het water overgenomen, wat voor mooie plaatjes zorgt. Verwacht wordt dat morgen of zaterdag het water al over de kade stroomt. In Tiel en Arnhem staan er daarom hekken, zodat auto's niet meer kunnen parkeren. Dit leidt tot onvrede bij de plaatselijke horeca. En dat betekent denk ik wel weer iets minder klandizie. De parkeergelegenheid op de lage kade is minder. Dus dan zullen de gasten minder snel naar de Rijnkade komen omdat ze de auto niet kwijt kunnen. Waarschijnlijk plaatst Nijmegen morgen hoogwaterschotten om de Waalkade te beschermen. De gemeente verwacht dat de kade vanaf zondag onder water zal staan. Ja, Annemiek, het is wel grappig dat die plaats waar jij nu staat in Tolkamer, daar stonden we een maand geleden ook, maar toen voor een heel ander verhaal, hè? Dat klopt. Je ziet nu dat op die meter hier staat 12 meter 46 boven NAP. En het stijgt trouwens terwijl ik erbij sta. Nou, dat was een maand geleden, was dat bijna 6 meter lager. Toen stond het water hier zo laag dat de boten op het droge lagen. Mensen konden hier gewoon over de bodem lopen. Er trokken hier massaal toeristen naar Tolkamer om te komen kijken naar die Rijn die gewoon bijna droog stond. Zo laag was het. Nou, en nu nog geen maand later, iets meer dan een maand lager. Je ziet het begint alweer keihard te regenen. Ze heeft dat water dus al zo'n 6 meter erbij gekregen. Nou, en als het in dit tempo blijft stijgen, kunnen de toeristen zich weer warm lopen, komen straks weer komen en dan naar het hoogwater komen kijken. Annemieke Schakelaar in Tolkamer, dankjewel. Het logistieke adviesbureau HLA uit Epe krijgt een schadevergoeding van 10 miljoen euro van het kadaster. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald. Het kadaster heeft HLA onterecht uitgesloten van een aanbesteding. Het bedrijf uit Epe zegt hiermee miljoenen euro's te hebben misgelopen. Parochie Sint-Lutger in Lichtenvoorde is bestolen door de eigen penningmeester. Het parochiebestuur heeft aangifte gedaan bij de politie en de penningmeester is uit haar functie gezet. In juni vorig jaar kwamen de ongewone transacties van de penningmeester aan het licht. We zijn niet over één nacht ijs gegaan om te zeggen van oké, we gaan gelijk aangifte doen. Dat heeft ook geen zin. We willen gewoon beslagen ten ijs komen en de stukken goed onderbouwen. En we hebben dus midden december hebben aangifte moeten doen. Het waren ongewone transacties, waaronder ook geldopnames bij pinautomaten, waar de penningmeester geen verklaring voor kon geven. Het is het collectegeld, het is het geld van de kerkbijdrage, de kerkbalans, noem allemaal maar op. Maar ik vind het niet, ik vind het niet leuk, eerlijk gezegd niet. Ik ben jarenlang zelf penningmeester geweest, maar zoiets doe je dan niet. Het gaat in het grote, dus je moet een accountant zijn om alles goed te kunnen lezen. Geen bijdrage meer geven als het zo gaat, hè? Je bent sowieso, vind ik, denk ik tegenwoordig, ten opzichte van de kerk, dat het allemaal al wel een beetje minder is met al die nare berichten die naar buiten komen. Dus. Dat zal toch wel op een of andere manier iets van terug te halen zijn, denk ik. Als het over zoveel geld gaat als in de krant staat. Wel, ja. De parochie wil geen bedrag noemen, onder meer omdat het politieonderzoek nog loopt. Het enige waar wij nu, waar ik iedere keer zeg, het gaat om een aanzienlijk bedrag. We hebben het echt niet over een paar tientjes. Nee, laat dat niet.
Nee, dat kunnen we niet. Nee. En ook niet over een paar snippen? Nee, daarom. Het gaat echt om een aanzienlijk bedrag. De fraude is volgens de parochie gepleegd over een periode van een aantal jaren. Het parochiebestuur heeft alle parochianen per brief op de hoogte gesteld. In de binnenstad van Nijmegen is het de komende tijd gratis parkeren. Dat heeft de gemeente besloten omdat er problemen zijn met de nieuwe parkeerautomaten. De automaten hebben ingewikkelde toetsen, softwareproblemen en bepaalde functies zijn niet geprogrammeerd. En dat zorgt voor lange wachtrijen en veel irritatie. Hypermoderne machines zijn het met zonnepaneel, pinfunctie en touchscreen. Er is maar één probleem met de nieuwe parkeerautomaten in Nijmegen. Ze doen het niet. Cynisch gelach, want de apparaten leveren een hoop irritatie op. Je moet je kenteken invoeren, de knoppen doen het niet en het apparaat is traag als het al werkt. Ik raak langzaamaan gefrustreerd, want hij pakt niet de letters die ik wil. Nou, ik ben het proberen. Ik ben er weer aan het corrigeren, dus het gaat niet zo heel goed. GF. Niet echt geweldig dat ze wat ze hier bedacht hebben. Ik heb een leenauto bij me, dus ik moet elke keer eens gaan kijken wat mijn kenteken is. Ja, dat is heel handig hier, ja. Kom er goed bij. Bekeuringen werden er vandaag niet of nauwelijks uitgeschreven. Want volgens de gemeente zijn de frustraties terecht. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen het heel vervelend vinden. We vinden het zelf ook gewoon heel rot. En de leverancier van de automaten die vindt het zelf ook heel vervelend. En die werkt nu met man en macht om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Ik vind het heel vervelend, want ik snap er echt helemaal niks van. Nieuwe apparaten geven in de regel ook wel gewenningsproblemen. Dus voor een deel is het een kwestie van tijd voordat mensen gewend zijn. Wat we wel zien is dat de apparaten nu ook vrij traag zijn. Dat is dus ook een van de problemen die verholpen moeten worden. Mijn eerste kennismaking met Nijmegen is niet geweldig. Want nu staat er niet betaald verwijder pas en ik heb alles netjes ingetoetst. Gaat hij weer een W aangeven? Hemel opnieuw beginnen, inderdaad. Ah, kijk, dit is toch erg. En de gemeente heeft de binnenstadsondernemers gevraagd de komende dagen niet met de auto naar het werk te gaan om te voorkomen dat het centrum dichtslipt. Twee mannen hebben vanmiddag een ouder echtpaar in hun woning in Winterswijk overvallen. Onder bedreiging van een vuurwapen moest het echtpaar geld afgeven. Volgens de politie drongen de gemaskerde mannen tegen 10:30 de woning aan de Plataanlaan binnen. Nadat ze het echtpaar hadden bedreigd, gingen ze met een onbekend geldbedrag er vandoor in een blauwe auto. Er raakte niemand gewond. Het bejaarde echtpaar is opgevangen op het politiebureau en eventuele getuigen worden gevraagd zich te melden. Het is nu al de meest aansprekende naam van de Eredivisie, Ziggy Badibanga. Hij speelt het komend half jaar voor de Graafschap. De Belg wordt gehuurd van Anderlecht. Hij kan wel eens de nieuwste publiekslieveling worden op de Vijverberg. Ziggy Badibanga is de nieuwste superboer. Well, my dit is een bon fermier. C'est un bon fermier donc. J'espère être un superboer pour l'équipe. Travailler c'est très important à de Graafschap. Ouais, travailler c'est très important, c'est pour ça que je vais bien travailler pendant le stage en Turquie et après je serai à 100%. Nou, Ziggy is zeker op de eerste meters enorm snel, kan een man uitspelen. Heeft scorend vermogen, ook voor de medespeler. Diepgang in zijn spel. Er loopt ook nog een andere nieuweling rond op het trainingsveld. De Zwitserse Bosnier Edin Kolic wordt extern gefinancierd. Nou, dat lijkt rond te komen. Zij zorgen voor de financiën en wij gaan hem een half jaar de kans geven om zich hier te ontwikkelen en te bewijzen. De Graafschap staat nu 16e en dat betekent aan het einde van het seizoen play-offs om degradatie. Maar de trainer acht directe handhaving mogelijk. Nou ja, als dan ook nog een Keller, Badibanga, Anko Jansen. Nogmaals, dan hebben we gewoon een kwalitatief zeer goede selectie die volop de strijd kan aangaan om ons te handhaven in de Eredivisie. Ja, niet alleen het hoge water waar we het eerder deze uitzending over hadden zorgt voor problemen, maar ook de harde wind zorgt voor problemen. Stevige windvlagen veroorzaakten vandaag overal overlast van omgevallen bomen. De brandweer moest dan ook tientallen keren uitrukken. In Tiel moet de brandweer uitrukken voor een grote dennenboom die op een huis is gevallen. Dit soort klusjes heeft de brandweer in Gelderland veel vandaag. Maar even later is er echt werk aan de winkel. Zeven zieke kastanjebomen in Tiel moeten het veld ruimen omdat ze op omvallen staan. Deze auto in Nijmegen heeft het er goed van afgebracht. Een boom valt er half overheen, maar de auto blijft heel. De actievoerders bij Occupy, iets verderop op het Valkhof, hebben ook geluk. Ook al zien de tentjes er wat wiebelig uit, het kamp blijft staan. Toch wordt de grote tent afgebroken vanwege de wind.
Maar de actievoerders vertrekken niet, zolang ze maar droog in hun tentjes kunnen zitten. Helemaal waterdicht. Ja, maar ook stormvast? Nou, dat is wat minder. De klappen van de wind, ja, die hebben ook het zeil bij mij onderin gescheurd. Dus ik moet van de week de nodige herstelwerkzaamheden aan mijn tent doen en dan gaan we gewoon door. Ze leven tussen hoop en vrees, de familie van Nelly van der Schouw uit Renkum. Al 2 weken wordt de vrouw nu vermist. Straks meer. De politie heeft vannacht 3 mannen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij een schietpartij in de Arnhemse binnenstad. Bij de schietpartij aan de Trans zijn gisteravond 12 schoten gehoord. 1 man uit Westervoort raakte gewond. De politie denkt dat er een ruzie is geweest tussen 2 groepen. Het CDA in de Tweede Kamer wil weten wat minister Schultz van Hagen gaat doen aan de problemen rondom de kapotte sluis bij Eefde. De partij wil een structurele oplossing voor de toekomst. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Schippersvereniging willen dat er een 2e sluis komt. De weg langs de sluis blijft nog de hele maand dicht. Verkeer moet via Zutphen omrijden. Oud-Tweede Kamerlid Arend-Jan Voortman is in zijn woonplaats Ruurlo overleden. De Achterhoeker zat ruim 10 jaar in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Hij was onder meer landbouwwoordvoerder voor zijn partij. Voortman is 81 jaar geworden. In Epe mogen vanaf vandaag geen zwijnen meer worden gevoerd. Mensen die dit toch doen kunnen rekenen op een boete van €70. De gemeente wil met het voerverbod de overlast door wilde zwijnen tegengaan. In het dorp mag in de bebouwde kom ook al op de dieren worden geschoten. Maar 1 remedie. Het vuurwerkteam van de politie Noord- en Oost-Gelderland heeft rond de jaarwisseling aanzienlijk minder illegaal vuurwerk in beslag genomen dan het jaar daarvoor. Wel was het spul zwaarder en gevaarlijker. Het team nam 1650 kilo in beslag en het jaar daarvoor was dat 20.000 kilo. De politie heeft 4 jongens in de leeftijd van 15 tot 17 jaar uit Culemborg opgepakt. De jongens deden zich voor als collectanten van het kankerfonds in Geldermals en Culemborg. Naast de valse collecte stalen ze ook een telefoon uit hun huis in Culemborg. Actueel nieuws, weer en sport uit Gelderland. U ziet het allemaal nog sneller op uw iPhone of Android-telefoon als u vandaag nog de applicatie hiervoor downloadt. Het is een nachtmerrie voor de familie van de vermiste Nelly van der Schouw uit Renkum. Vandaag, precies 2 weken geleden, verliet de 68-jarige vrouw haar woning. En sindsdien is ze spoorloos. Haar familie leeft nu tussen hoop en vrees. Dat is juist hem ook zo moeilijk. Dat je niet, je begrijpt gewoon niet waarom mama zo, ja, zomaar weggaat en niet meer terugkomt. Het is voor het eerst dat Henny Willemsen samen met haar man de kerk in Hilsum weer bezoekt sinds de vermissing van haar moeder. Het kerkje op de heuvel is belangrijk voor de familie. Nelly van der Schouw was hier nog op de dag van haar vermissing. 'S Morgens heeft ze kerststukjes gemaakt bij de kerk, bij de Vosheuvel. Met een grote groep mensen om de kerk mooi te versieren voor kerstmis. En heeft ze heel veel plezier gemaakt. En toen, 's avonds laat, is ze om 10:30 thuis in wat verdrietige toestand vertrokken. De familie zette de dagen rond kerstmis een zoekactie op touw, waar tientallen inwoners van Hilsum en Renkum bij hielpen. Ook maakte G. Willemsen een poster om zijn schoonmoeder mee op te sporen. Maar alles zonder resultaat. Heeft u enig idee waarom ze weg is gegaan en waarom het al zo lang duurt? Nee, geen flauw idee. Ze is niet depressief van aard? Nee, ze is niet depressief van aard, nee. En mijn moeder is ook heel geliefd naar iedereen toe. En het duurt gewoon zo lang voordat ze terugkomt. En dus we hebben met zoveel mensen gezocht en we kunnen er gewoon nergens vinden. Intens verdriet bij Henny Willemsen. Maar ze vindt het belangrijk om nog 1 mededeling te doen. Wij zijn iedereen heel erg dankbaar voor het helpen zoeken in de afgelopen weken. Ik open uw ogen en blijf kijken of u mijn moeder ziet. We missen je heel erg, mama. Je kan niet gemist worden. We houden heel veel van jou. Kom alsjeblieft naar huis. Daar hopen wij heel erg op. Door de crisis geeft 1 op de 10 gemeenten geen nieuwjaarsreceptie meer. Sommigen proberen het zo goedkoop mogelijk te doen. En toch zijn er nog steeds grote verschillen. Zo geeft Arnhem €46.000 uit. En de gemeente Maasdriel lukt het al voor slechts €2.000. De basis is overal hetzelfde.
De burgemeester schudt handjes en houdt een toespraak. En de bezoekers doen zich te goed aan het eten en drinken. Maar waar de gemeente Maasdriel de nieuwjaarsreceptie in een gratis zaaltje in Kerkdriel houdt, vieren ze in Arnhem het nieuwe jaar in de afgehuurde Eusebiuskerk. In Maasdriel schenken ze bier, in Arnhem wijn. Het mag wat kosten, maar de bezoekers in Arnhem vinden het prachtig. Zo, dat is een heel bedrag. Ja, ja, wat is duur. Het is een leuk feestje, je moet ervan genieten. Ik weet niet wat erop zit, maar dat lijkt een soort tomatenpuree. Of tenminste een tomatensaus. Maar het is zonder meer heel erg smakelijk. Het klapstuk van de avond is een optreden van het Gelders Orkest. Kosten 11.000 euro. In Maasdriel geen Gelders Orkest. Hier dirigeert de burgemeester het smartlappenkoor. En de brandweer krijgt nog wat kroketten. Het gaat hier vooral om de gezelligheid. Ja, meer hebben we niet nodig. Het is gezellig. Maasdriel heeft al problemen gehad. Vang je wel op in het nieuws. Ja, dan is het ook wel best zo. En dan gaan we naar Casper Hootsen in Wageningen. Eens horen hoe het verder gaat met het onstuimige weer. Vanaf morgen is het kalmer, minder wind en ook minder regen. En dat geldt ook voor een heel groot gedeelte van het stroomgebied van de Rijn hogerop. En de komende dagen blijft het rivierpeil wel stijgen, maar wordt in ieder geval niet opnieuw aanleiding gegeven tot extreme neerslagsommen daar. Dus wat dat betreft is dat allemaal relatief gunstig. Heel veel neerslag viel uit deze storing. Geldt ook voor de Alpen, waar bakken met sneeuw vallen. Bij ons gaf het ook veel regen en veel wind. Wordt bij dit lage drukgebied, schuift naar het oosten Noord-Tuurweg en wordt het langzaamaan dus kalmer. Vanavond nog wel een aantal van die buien, zoals je hier ook nog over ziet trekken. En bij die buien kunnen in Gelderland nog zware windstoten voorkomen. Maar na het begin van de nacht wordt het toch allemaal sowieso wel wat kalmer. Begint het aantal buien ook verder af te nemen. En zo starten we morgen helemaal nog niet zo slecht. Met daarbij verspreid nog een bui, grootste kans erop in de Achterhoek. En misschien ook in het uiterste noorden van Gelderland. Maar verder is het groot en deels droog. En nu en dan breekt ook wel eventjes het zonnetje door. Kortom, een echte weersverbetering. De wind is ook duidelijk afgenomen. Is ook bij Harderwijk aan het water nog maar matig kracht 4. En de temperaturen nog altijd bovengemiddeld voor de tijd van het jaar. Echt dus wel een weersverbetering. En ja, met een beetje goede wil kan je het ook wel van de komende tijd zeggen. Hoewel het wisselvallig blijft. Van tijd tot tijd regen. Zaterdag later pas opklaringen. Zondag dan al eerder op de dag het zonnetje er wat vaker bij. Maar het is dus in ieder geval minder winderig, minder vaak regen en ook ietsje vaker de zon. En dit was het nieuws van donderdag 5 januari, waarin vandaag onder meer aandacht voor het hoge water dat eraan komt. Geen reden voor paniek, maar de waterschappen zijn wel paraat. En de parkeerautomaten in Nijmegen. Die zijn zo slecht te bedienen dat de gemeente uit nood tijdelijk gratis parkeren heeft ingevoerd. Ik wens u nog een fijne avond.